Ze doen iets meer dan van ze verwacht had mogen worden. Ze zijn een voorbeeld voor anderen en je moet ze dus eigenlijk letterlijk onderscheiden van andere mensen. Dat is wat vandaag gebeurt. Ik mag u namelijk meedelen dat Zijne Majesteit de Koning u beide ter gelegenheid van uw afscheid van Almelo Sociaal heeft benoemd tot lid in de Orde van Oranje. En ik wil u vragen hier naar boven te komen op het podium. Prachtige woorden, ik ben helemaal. Het gebeurt me niet vaak dat ik er twee tegelijk mag nemen. Nee, ook voor mij is het een hele Hier zit hij. Het is stimulans gekregen om dit leven vol te kunnen houden. Ja. Ja, dat doet erg veel. Dat een stuk waardering die ik gekregen heb van het werk wat ik dan een groot aantal jaren gedaan heb. En het was voor mij een volkomen verrassing dat ik dat mij deze eer ter dienst viel, dat ik dus dan deze onderscheiding kreeg. Ik blijf nog betrokken bij Almelo Sociaal door wat hand- en spandiensten te verrichten, wat projectjes te doen en zo. Ik ben niet helemaal verdwenen, maar het dagelijkse werk dat is voor mij voorbij. Ja, ik ben enorm vereerd dat ik deze onderscheiding heb gekregen van de burgemeester. Ik had er geen seconde aan gedacht dat me dat zou overkomen. En ik ben hier dus voor mijn afscheid, omdat ik meer dan 20 jaar bij de KRA voorzitter ben geweest met hart en ziel. Dus ik neem hier afscheid van alle mensen waar ik mee gewerkt heb. Maar om dan in deze setting deze onderscheiding te krijgen, dat is voor mij heel, heel bijzonder.